Hey, hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Nou, met mij wel. Ik heb een partij bieren binnengescoord. Ik heb een bankrekening. Schandalig, ik weet echt niet wat ik met die poen moet doen. Maar ja, je hebt het. Ja, en spullen kopen. Je kan wel spullen kopen, maar dan ben je verantwoordelijk voor die spullen. Klaus Schwab heeft netjes gezegd, you will own nothing and you will be happy. Ik denk, mooi zo. Niet zelfs, niet straks, maar hoort er nog. Verdomme. En zo'n Klaus Schwab, dat schiet ook niet op. Want wanneer wordt alles nou geconfiskeerd? Dat ik kan zeggen dat als mijn monitor niet doet, dat ik even een nummertje kan bellen. Zeg, hé, hey, maar ik zit hier nou, mijn monitor doet het niet. Ja, het is niet van mij. Die monitor is van Klaus Schwab. En kan Klaus Schwab even langskomen om de boel te repareren? Klaus Schwab met zijn you will own nothing and you will be happy. Loze beloftes. Dat zijn het. En meer niet. Schiet er een keer op. Klootzak. Ja, ik heb helemaal niks tegen een nieuwe wereldorde. Maar doe het dan. Lul niet over spaghetti carbonara. Maar maak een spaghetti carbonara. Ja, het kan niet zo zijn dat ik 25 hongerige mensen heb en dan ga je zitten met een kookboek en dan ga je voorlezen van hoe spaghetti carbonara klaargemaakt moet worden. En dat al die mensen die luisteren naar het recept denken, oh, ik ben helemaal voldaan. Ja, maar never nooit niet. En Klaus Schwab is een slappiemel. Klaus Schwab is een periwinkle. Een slapjanus. Dat is heel grappig. Ik heet ook helemaal geen Perry. Dat ik dat ook weer eventjes weet. Ik bedoel dit alleen maar net als Emiel Ratelbrand. Als motivational speaking. Talk. Bla. Ja, als jij niet de kont tegen de krip aan gooit, wie doet het dan wel? Tss, wappie. Periwinkle. Slapjanus. Ja, ik kan zeggen, nou, maar ik ben een vrouw en ik heb een rokje en nou, ik ben geen slapjanus. Ik ben geen periwinkle. Oh, nee. Nee, natuurlijk, Jorie. Ken je die mop van die man die flaporen had? Nou, dat stelt ook niks voor. En dat je vrouw bent, stelt ook niks voor. Dat zegt helemaal niet. Ja, maar ik heb een lekker kontje. Ja, nu nog wel, ja. Maar straks niet meer. Door het leven is maar 30.000 dagen. Gemiddeld. Ja, met zo'n corona-maatregeling-structuur. Maar ja, dat helpt ook niet echt. Dat is motivational talk, hè? Speak, hè? Wij klagen over de leefomstandigheden, aan de ene kant. En aan de andere kant willen wij zo lang mogelijk leven. Ja, daar begint bij mij dus iets te... Wat houdt dat in, zo lang mogelijk leven? Christus Jezus, Big Brother, for me, mijn grote broer. Die heeft, die leeft behoorlijk lang, vind ik hoor. Die leeft al 2000 jaar. En Osho, Bhagwan. Ja, die leeft ook nog. Niet zo heftig als Christus Jezus. Maar toch.
Maar we willen dan zo lang mogelijk in onze moleculaire constitutie patat eten en dan graag een uitje erbij, een Gouda's Glorie mayonaise en dan die oude versie die zo lekker was. En een beetje Heinz tomatenketchup erbij. En dat willen wij zo lang mogelijk. Nou, wij worden op onze wenken bediend. De gemiddelde levensduur van een mens in Nederland is gestegen sinds 2005. In 2005 was het precies 80 jaar. Nu zitten we erboven. En helaas, ja, in 2020, en dat kwam door die maatregelen, hebben wij een kleine terugslag gehad. Nou, kom man. Echt niet veel hoor. En ten opzichte van 2019. Hè? In 2019 was de gemiddelde levensduur van een mens wat hoger dan in 2020. Maar vergeleken met 2005 zitten we nog steeds quasi. Je moet Mark Rutte voor zijn kop knallen. Je moet Hugo de Jonge even tackelen. Dat is allemaal afgelopen. Het punt is, als je die lui weghaalt, je weet niet wat je doet. En dat is het probleem. Je bent je niet bewust van wat leven is. Stel, het leven is boetedoening. Payback. Stel dat dat leven is. Je mag vergoeden. Stel dat dat zo is. Denk het. Ik ben nieuwsgierig. Dat was ik en dat zal ik blijven zijn. Dus ik ben bij de theosofen geweest. En die zeggen dat als jij onfatsoenlijk hebt geleefd, dat jij onmiddellijk herboren wordt als jouw moleculaire constitutie uiteenvalt. Zo verklaren zij het begrip overbevolking. Ik wil dat je dit beseft. En dan kan je zeggen, ja, maar de theosofen, dat is dat is het onzin, daar luister ik niet naar. Dan word je opnieuw geboren. Net zolang tot je het begrijpt. Burn, baby, burn. Disco Inferno.
Inferno, op zijn Engels. L'enfer, c'est les autres. Christus heeft gezegd, de hel, dat is de plek van het geweeklaag en het tandengenas. Voor eeuwig. Brandstof ben je. Als je het niet snapt. En brand maar, het maakt er niet uit. Jou maakt het niet uit. Dus, dan maakt het niet uit. Leef onfatsoenlijk. En doe het nog een keer. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it again. Let's do it, let's do it. I got a feeling. Ooh. Maar je wil van deze aarde af. Dat is het ding. Of juist niet. Ik niet. Helemaal niet. Dat is mijn aard. Ik ben een strijder. Ik hou niet van vrede. Dat vind ik nergens op slaan. Dat is, daar heb ik niks te doen. Ik hou van strijd. Sadomasochistische porno. En goede orgasmes. En Buna Gosht. Zo heet dat je dat denkt. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan je niet maken. Dit is te heet. Dat kan je echt niet maken. En dan doe je het toch. Ja, daar hou ik van. Dat ga ik donderdag maken. Buna Gosht. Iedereen kan het hoor. 10 keer mislukken. En dan gaan we stomen. Dus komende donderdag. Ik werk dan samen, we gaan met z'n tweeën het doen. En ik ben de Master Chief en mijn collega is dan Handjes. En die gaat zich niet bemoeien met de recepten. Die gaat precies doen wat ik zeg. Namelijk, you go fuck yourself and or yourself. Een mooie Buna Gosht. Ja, je kan er uren over praten, man. Die komkommer Raita. Daar zit mijn collega zich zorgen over te maken. Want, hoe moet het? Dat is zo makkelijk, jongen. Komijnzaad. Een schone, droge koekenpan. Laag vuur. En dan ga je de komijnzaad doe je erin en met je neus boven de pan hangen. Goed ruiken. En als ze dan een beetje donkerbruin worden, pan van het vuur. En dan, nee, dat komijn uit de pan van het vuur, maar de komijnzaad in een kommetje. Af laten koelen. Gewoon laten drogen. Geroosterde komijn. Lekker man. En die ga je crunchen. Als je een vijzel hebt. Een vijzel als ik hem makkelijk. Als je geen vijzel hebt, maakt ook niet uit. Doe je het komijnzaad op een plank. En dan met een pan. Twee van die handvatten. En dan een crunch. Wat je nodig hebt is verder van die vette Bulgaarse of Turkse yoghurt. En komkommer. En een beetje zout.
Het zout in de pap. Een klein beetje zout. Lekker man. En dat zal je nodig hebben, want een Buna Gorst als ik die maak, dan zeg je, dat meen je niet. Dat meen je niet. Dat meen je niet. Nee, dat meen je niet. Nee, dat meen ik inderdaad niet. Echt niet tevreden. Hoor. Zo even. Je hebt die mensen die zijn vegetariër. Nou, ik zeg je, mijn Buna Gorst, dat is. Oh man, dat is een portie, ja? 50 gram vlees. Echt niet meer. Hoor. En een smaakbeleving, jongen. Oeh. En de enige manier om dat te leren is om het te willen. Dat is mijn oude broer, Christus Jezus, die van onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsof ook hier op aarde. En dan komt hij. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, hij is geboren in Bethlehem. Dat betekent huis brood. Ja, het ook niet mooie uitspraak met het laatste avondmaal. Van, met gewoon een stukje stokbrood en een beetje wijn erbij. Van, dit is mijn lichaam. Hè. Crunch, 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 crunch. En dan die wijn. En dit is mijn bloed. Ouwe Hapman. Dat moet je allemaal zien in de context van die dagen. Snap je? Tegenwoordig is het anders. Ja, ook niet meer van en vergeven ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja. En die laatste, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Wat nou de... Oh, ik ben er niet op tegen. Je moet het zien in de context. Of de context. In de samenhang van die dagen. Hij heeft wel meer gekkere dingen gezegd. Maar nu niet meer. Hè. Verlos ons van den boze. Ja, kom op man. Je hebt toch zelf een paar handen? En een paar voeten om een trap te verkopen. Nou dan, doe het dan. Dus onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, dat is zo. Dat was ik even tussendoor. Uw wil geschieden gelijk in de Hashemayim en de Haaretz. Geef ons de wil om orde te scheppen. Snap je? Ja, Allahu Akbar. Anders ga ik het over die boeg gooien hoor. En dan krijg je nog meer motivational speak. Dan pakken we Arabisch erbij. La ilaha lilala. Namelijk. Ja, die kwam er goed uit, hè? Mohammed de Gezulala. Stel je niet zo aan. Dan ga ik koken. Schep orde. Ga oude auto's repareren. Word een buurtconciërge. Ga opruimen. Doe het.
Mijn zus, die had een zo'n bakje. Ja, zo'n plastic ding met allemaal van die compartimentjes. En daar lagen dan de verschillende kaaltjes in. Hè? Witte, gele, rode, blauwe, groene. Wat ze dan deed, dan keerde ze dat hele bakje om in haar bed. En dan ging ze met een naald al die kaaltjes van dezelfde kleur op die naald scheppen. En dan terug in het bakje. Dus zij creëerde haar eigen chaos. En dan ging ze orde scheppen in de chaos die ze zelf had gecreëerd. Daar is ze nooit mee opgehouden. Dat vind ik zielig. Ik heb medelijden met mijn zus. Mijn zus heeft ook een hele negatieve gedachte over mij. Daar heb ik medelijden mee. Want dat is helemaal niet nodig. Punt. Op YouTube, mensen met een dislike. Oh, je vindt het niet leuk. Dat heeft ik helemaal niet nodig. En jij ook niet. Je wordt niet vrolijk van het feit dat je zegt, nou, wat Perry zegt, nou, ja, hij praat altijd zo. Dat heeft geen zin. Ik ben van het oordeel. Het is ja of 50 tinten grijs. En het leven is een eeuwige herhaling. Stand up and deliver. Homo erectus. Rationalis of zo. Homo erectus. Oh, sapiens. Homo sapiens. Allahu Akbar. Heb een beetje medelijden. En medelijden kan er ook uit bestaan dat je geen contact meer zoekt met iemand. Ja, als jij zo iemand bent zoals ik. Dus een sterke, onafhankelijke man. Dan word je benaderd door mensen. En dan gaan ze je bekritiseren. En dan gaan ze voorstellen doen. En wat vind je hiervan? Dan zullen we dat doen. En nee, ik wil ze. Ja, die mensen, die help je niet. Door ze maar te geven waar ze om vragen. En beter help je die mensen door geen contact te hebben. Als jij een sterke en onafhankelijke man bent, zoals ik. En al die mensen met verwachtingen van hun leven. Ja, maar het leven, je moet het ook zo doen. Ik weet hoe het moet. Nee, laat mij maar even. Ik weet hoe het moet. Weg uit je leven. En jij weet het toch? Of ben je naar mama? Ik weet niet meer hoe ik het moet doen. Ik heb een vrouw nodig. En die gaat mij vertellen. Ja, crybaby. Zo'n leuke discussie die ik zag op internet. Dat vrouwen seks gebruiken als wapen. Oh, how stupid can you be? Ja, pauze. En dat is dan een vraag, hè? Gebruiken vrouwen seks als wapen? Het antwoord is ja.
Maar wapen tegen wat? Ja, kom op, man. Houd toch op. Nou, seks is verslavend. Net als alle andere lekkere dingen. Ja, en? Ja, valt het kwartje een beetje? Ik ben helemaal pro-seks. Ik vind het geweldig. Het zijn van één vlees. Dat is heerlijk. Maar de... Ja, de moderne vrouw, sinds, volgens het geschreven woord hebben we dit probleem al 200 jaar. Maar, ligt eraan wat je meetelt. Als je alleen de seculiere geschriften neemt, en dan pak ik Artie Schopenhauer erbij, met zijn essay over vrouwen. Zijn essay, dubbele punt, over vrouwen. Vrouwen hebben die gebruiken seks als wapen. En voor wat? Om zichzelf een positie te verschaffen? Want ze hebben zulke lekkere kontjes en intelligente tieten. Die mooie frase, tegen de muur aanlopen. En dat gaan vrouwen doen. Allemaal. En je loopt tegen de muur en je valt op de grond. Mannen die zingen, I get knocked down. Dat gebeurt. But I get up again. Dat zijn mannen. Ik zag van die jonge mensen een spelletje spelen vanaf mijn balkon. Hè? En die mensen waren 19 of zo. Het was een wild gedoe, man. En ik zat ernaar te kijken. Ik zat zo'n wietje te roken, een beetje bier te drinken. En, jonge mensen gaan een spelletje spelen. En toen viel er een vrouw op de grond. En ze zat op haar kont en die deed kennelijk pijn. En ze vond het niet leuk meer. En toen moest iedereen ophouden met het spel. Want het was geen leuk spel, want een vrouw was op haar kont gevallen. Ja, die mannen ook altijd. Als je het één keer inziet, jongen. Dan kan je het niet meer ontzien. Er zijn geen mannen met verstand. Iedere man is een gelovige trut. Op mijn werken... Er zijn mijn coördinator nog. Ja, Perry ziet overal een samenzwering. Ja, dat is een soort mentale stoornis of zo. Ga er weg, man. En die being woke. Ik ben woke. Ja, ja. Dus jij weet dat we niet naar de maan zijn gegaan. En dan ben je woke. Als je snapt dat wij never, nooit niet naar de maan zijn gegaan. Helemaal niet.
En nee, er zijn geen 6 miljoen Joden vergast. Punt. Kijk, je kan wel zeggen, er zijn 6 miljoen Joden vergast. En ik vraag dan, waar en wanneer? Oh, dan ben je een antisemiet. Nee. Waar zijn ze vergast? En die gaskamers, waar staan die dan? Dat is woke. Ik weet nog dat ik bij mijn moeder was. En er kwam een Joodse vriendin op bezoek. En er zei mijn moeder nog, ja. En je gaat niet beginnen over de Holocaust. Heb je dat goed begrepen? Dat heet mening van vrijheidsuiting. De waarheid mag niet gezaakt werden. Je mag het over van alles hebben, over Marco Borsato en René Vroeger en die jongens van Supertramp en die hebben weer een nieuw optreden en daar worden we allemaal helemaal gek van. Dat is allemaal best. Maar niet over de waarheid. Ja, mijn punt is, dat wat ik ben, is veroorzaakt, wordt veroorzaakt door waarheid. En meer niet. Anders krijg ik kanker. Serieus. Of andere dingen. Snotneus. Dus op mijn werk was ik met twee jonge vrouwen. Gingen we kinderen ophalen bij een basisschool. En dan zei die ene vrouw, ja, ik heb mij laten injecteren. Want er gaan allemaal mensen dood. En ik zei tegen haar, er is geen oversterfte. Die is er niet. Het gaat alleen maar beter met ons. Daar zijn de bewijzen voor. De gemiddelde leeftijd, dat je mag afwassen, dat je mag afdrogen, dat je waspoeder moet kopen, dat je schoenveters zijn bijna versleten, dus moet je naar de schoenmakerwinkel en moet je nieuwe schoenveters kopen. Je moet ook nog in je tenen, moet je af en toe pulken en dan moet je je nagels knippen. Al die ellende. Ja, de tijd dat de mensen zulke ellendige dingen moeten doen. Oh, stofzuigen, dat is toch ook zo raar. Toiletten reinigen. Oh, nee, hou op. Uien snijden. Kijk, van die tranende ogen van. En knoflook. En dan heb je van die stinkende vingers. En het probleem als je dan een keer leuk wilt doen. Dat je met Madame Jeanette aan de slag gaat. En dan ga je lekker met Madame Jeanette ga je lopen dingen. En dan moet je eventjes. Wat zit hier nou? Weet je, een vliegje of een stoffie. En dan krijg je die. Hoe heet dat spul? Ik noem het maar piperine. Dan denk je, ik haat mezelf en ik haat mijn hele bestaan. Maar goed, die ellende dus, hè? Luiers verschonen. En nog meer, man. Overhangend groen weghalen. Vergaderingen bijwonen met een vrouwelijke voorzitter. Ja,
dat is dus... Christus Jezus ging met zijn 33ste. Want doei. Hè? Die tijd is voorbij. In 2005 werden wij 80 jaar. Nee, nu even lekker poep in je haar. Zat ik even in je bek schijten. 80. Maar dat is niet het ergste. Nee, het allerergste komt nog. In 2019 was het 83. En toen hebben we in 2020 een kleine terugval gehad. Maar we zitten nog steeds ver boven de 33 van Christus Jezus. En de 80 jaar van 2005. En we worden steeds ouder. Snap je? En dat baart Babylon zorg. Vandaar al die maatregelen. Nou, wij zijn veel te gezond. Het liefste van die overheersers die dan denken dat ze moeten overheersen, want iemand moet het toch doen en laat het dan maar gedaan worden door mensen met verstand van overheersing. Snap je? Er zijn mensen die zeggen van ja, zoals mijn coördinator, zijn directe omgeving. Ja, maar die zegt dit wel. Maar dat is een leugenaar. Maar als Mark Rutte wat zegt. Ja, dan is dat zo. En Thierry Baudet. Thierry. Baudet. Dat is een klootzak. Ik ben het met het laatste helemaal eens. De enige vraag is Thierry Baudet een grotere of kleinere klootzak dan ik? Ja, dat is alles. En Thierry Baudet... Ja, ik zou heel graag zijn PR. Dat we regelmatig, en dat kan over de telefoon, dat doen we helemaal, of via Zoom of zo. En dat ik hem een beetje... punt 1, hij moet niet doodgeschoten worden, want we hebben zitten niet te wachten op de volgende Muammar Gaddafi of een John F. Kennedy of een Mossadegh uit Perzië. Dat is allemaal leuk hoor, politiek spelletje spelen, maar het is niet zo leuk als je doodgeschoten wordt. Zoals Pim Fortuyn. Daar zitten we niet op te wachten. Dutch the bullets. Wat wil ik weer? Ontwijk de kogels. En ja, die verdedigingsstrategie, dat je niet wordt doodgeschoten door die psychopaten. Dat zijn geesteszieke mensen. Ja, dat is aan de ene kant. En aan de andere kant is het de aanval. En de aanval is niet dat je de misdadigers termineert. Nee, de aanval is dat je de slachtoffers troost. De armen troosten. Nee, arm
Dat staat voor armoede. Oogerm, hè. En ik heb twee armen. En jij ook. Het zijn de armen die werken. En het ben die Rieklu. Dat is een plat, hè. Het ben die Rieklu. Die zorg maakt. Want zij werken niet. Bill Gates heeft nog nooit één dag van zijn leven gewerkt. Punt. Is een malloot. Ja, pauze. En George Soros, precies hetzelfde. Klaus Schwab, ja, toch op, man. Wanneer ga jij werken? Op een manier waarop je mij kan vragen. Van, moet je, ja, ik kom niet om jou te beoordelen. Stel, hè. En dat ik dan zie van, wauw, jij werkt. Als jij wil werken, dan geef je hongerigen te eten. En dorstigen te drinken. Alleen die twee groepen zijn belangrijk voor jou. Meer niet. En de rest moet je laten gaan. Dat is werken. We zitten tegen het einde van dit college. Dat was motivational speaking. Speak. Wat ga je dan doen dan? Ga je voor de carbonara? Of voor de zoveelste keer bolognese? Op Boenekost. Ik ga binnenkort kip zoet-zure saus maken. Een Chinese recept. Belangrijk is dat je hebt die kip. Ik vraag kipfilet, ga ik maar even vanuit, hè. Je kan het ook doen met kippendij, hoor. En waarom niet? Alles kan, als je maar wil, hè. Nou, wat dan de truc is. Je moet die kipfilet in blokjes snijden. En ik zou zeggen, zout en zwarte peper erop. En dan kan het eventjes even staan. In de koelkast of zo. Een beetje inmarineren. Je hebt heel veel te doen met een kip zoet zure saus. Dit en dat en zo. Maar dat die kip alvast. Met het zout en het peper. Lekker, jongen. Gewoon in de koelkast. Ja, dan maak je die saus maak je klaar. Je kan ook die kip een beetje azijn erbij. Dat is ook wel cool. Dan moet je maar gaan variëren. Je moet het zelf maar opzoeken. Je kan elk recept vinden voor kip zoet zure saus. Maar we gaan er geen limonade in doen. We houden het clean. Chinois. Arme luisterrecept.
Nou, dan hebben ze die kip, die blokjes. Hè? En dan doe je lekker een beetje azijn erbij. Peper en zout, zou ik zeggen. Kijk maar. Dat gaat in de koelkast. Dan ga je lekker de saus ga je maken. Met ananas en paprika. En, je kent het wel. En dan komt die kip uit de koelkast. En heb je een schaal met bloem. Het liefste mais. Bloem. Maar als je dat niet hebt. Gewone bloem. En dan die kippendingetjes door de bloem halen. En hoppakee. En hier, hoppakee. Hoppakee. Net zolang tot de pan een beetje vol zit. En dan kan je. Dan ga je frituren. En dan kijk je gewoon naar het klusje. En dan is het een beetje. Ja, golden brown, hoppakee eruit. En dan de volgende. En al die gefrituurde stukjes kip, die knetter je in die saus. En dan noedels erbij, of rijst. Maak geen donder. Belangrijk is dat je de kipfilet afspoelt. Onder koud water. Ook al is de kipfilet van de Adolf Heijn. Of de Albert Hitler. Aha. Er neemt niets. Het maakt niet aan. Afspoelen. Kippenvlees is... salmonella. Ik vind dat heerlijk. Hè? Dus even de salmonella eraf spoelen. Is een beetje slijmerig. Een soort van slijm zit er bovenop. Op al het vlees, hoor. Slijm. Dat je dat eraf spoelt. Geloof me. Het werkt. En de kipfilet die ga je afspoelen onder met koud water, hè? En gewoon je handen. Je kan ook handschoentjes aandoen, maar het maakt niet zoveel uit. Je moet korte nagels hebben als je kookt. Hey, hartstikke mooi. Dit was motivational. Ik wil je aanzetten. Niet zelfs, niet straks, maar hoort er nog. Verdomme. En straks meer. Dag, lieverds.